Schitterende omstandigheden dit jaar. Zeker in vergelijking met het vorig jaar toen het onophoudelijk regende. Nu heerlijke temperatuur, een lekker zonnetje. En dit is een van de favorieten, Bernard Kipyego. Winnaar van de afgelopen twee edities. En daar Sammy Kidwara, de man met de snelste marathontijd. Achter zijn naam 2 uur en 4 minuten. Ook hij behoort tot een van de favorieten in het veld dat hier gaat starten. Damesfavorieten daar ook tussen. Aan de start voor 42 kilometer en 195 meter. Hier buiten het Olympisch Stadion onder aanvoering van 3 tempomakers. Zal zich al weldra een grote kopgroep van Kenianen en Ethiopiërs vormen. Hier bij de eerste drankpost. En daar gaat Wilson Chebet al in de fout. Hij vergeet, althans mist zijn flesje. En moet dan weer even aansluiten bij de grote groep. Hier bij het 5 kilometer punt. In 15 minuten een goed tempo van ongeveer 3 minuten per kilometer. Ik zei het, een grote groep van Afrikanen, Ethiopiërs en Kenianen. Die vrij lang bij elkaar bleef. Hier ook in een uitstekende tussentijd op de 10 kilometer. Daar de favorieten bij de dames. Weseleg Melkamu. In een grote groep met een aantal andere vrouwen. Ook dat was dit jaar in Amsterdam een echte wedstrijd. Maar belangrijk natuurlijk de kopgroep. En met name hoe houden de favorieten zich daarin. Kipyego en Kidwara. De hazen als een mooi schild daarvoor. Spektakel op het water. Het spektakel in de kopgroep zou nog even op zich laten wachten. Want die grote groep bleef opvallend lang bij elkaar. Er viel achter wel eens iemand af. Maar over het algemeen werd daar uitstekend samengewerkt. Dan was het ook een rustige kopgroep. Zonder al te veel beweging. Hier heeft Wilson Chebet het even moeilijk. De drievoudig winnaar van de marathon van Amsterdam. Moet zich even laten terugzakken. Maar vindt dan toch weer de kracht om bij te komen. Alhoewel de vraag is of deze bijtrekpoging niet al te veel heeft gekost. Dat uiteindelijk zou Chebet er toch af moeten. Terwijl Kirui het tempo aan de voorkant opschroeft. Is het aan de achterkant Chebet die helaas moet afhaken. En Kirui trok aan de voorkant het tempo behoorlijk omhoog met Kidwara erbij. En met Wanjiru, die drie gingen op een gegeven moment weg. En hier moet Kirui afhaken. Het sleuren aan de kop heeft hem toch te veel kracht gekost. En aan de andere kant in het Vondelpark de beslissende demarrage van Wanjiru. Die laat Kidwara als het ware staan waar die staat. En Wanjiru pakt hier de beslissende voorsprong die hem uiteindelijk naar het Olympisch Stadion zou leiden. Hier de laatste meters op de Amstelveense weg. Kidwara daarachter weet dat hij de strijd verloren heeft. En aan de voorkant zijn we natuurlijk benieuwd of Wanjiru niet alleen zijn persoonlijk record gaat verbeteren, maar ook het parcoursrecord gaat verbeteren. Dat is de inzet van zijn laatste meters in het stadion. Waar Wanjiru op de finish afgaat. Hij verbetert inderdaad het parcoursrecord en zijn persoonlijke bestijd. Is winnaar van de 41ste marathon. Heel blij, dat is logisch. En hij wordt gevolgd door Kidwara en Kimotai die hier achterin volgens binnenkomen. De officiële uitslag met Wanjiru dus als winnaar. Kidwara als tweede. Vier lopers onder de 2-6. Vier lopers inclusief titelverdediger Bernard Kipyego onder de 2 uur en 7 minuten. Dan de strijd om het Nederlands kampioenschap. Het was eigenlijk geen strijd, want hij liep de hele race vooraan. Khalid Shukut is de nieuwe Nederlandse kampioen. Komt weliswaar een paar seconden tekort om de minuut te halen voor deelname aan het WK volgend jaar. Maar hij mag in ieder geval deze titel, het Nederlandse titel, achter zijn naam schrijven. En dan is het vervolgens kijken naar de eerste vrouw. Misselech Melkamu in 2 uur 23 en 21 minuten. Ze wint haar tweede marathon dit jaar, tweede marathon in 2016. En tot slot kijken we even naar de uitslagen bij de dames. Melkamu dus, de winnaar. En de favoriete op voorhand,
Jepto wordt op de vierde plaats met 2.25.57. En dan de Nederlands kampioene bij de dames. Die titel is dit jaar voor Rut van der Meijden. Verbetert haar persoonlijk record met bijna 2 minuten. Zij is de Nederlands kampioene van dit jaar. En daarmee zit deze marathon erop. En hebben we alle winnaars, de nummers 1, 2 en 3, bij de mannen en de vrouwen op het erepodium. Het was dit jaar weer een mooie marathon.